Het afgelopen jaar is de Betuwehal in Tiel compleet gerenoveerd. Vrijdag 27 januari was het tijd voor de officiële heropening van de Betuwehal. Deze handeling werd gedaan door de wethouder van sport Henk Driessen van de gemeente Tiel. Met de verbouwing van de hal is de sportfaciliteit toekomstbestendig. Ja, de voorzitter van de FTS die gaf al aan van 1972. Ik hoorde net van een oud beheerder dat toen de commissaris van de koningin het geopend heeft. Dus ik ben blij dat ik gevraagd ben voor de heropening. Dan voel je toch ook een beetje belangrijk natuurlijk. Dat was de heer Vonhoff. Nou, dat was een echt grote vertoning. Dat was een indrukwekkende man. De jongelingen zullen hem zeker niet of waarschijnlijk niet kennen. Maar de wat ouderen onder ons waarschijnlijk wel. Politiek bedreven man ook. Ja, sport en bewegen. Ik heb vanmorgen een bijeenkomst mogen bijwonen met een aantal sportwethouders en onderzoeksinstituten. En die hebben nog eens een keer uitgelegd naar aanleiding van onderzoeken wat de sociale, maatschappelijke en de economische waarde is van sport en bewegen. Het gaat nou te ver om al die details te vertellen, maar ze hebben een hele hoop dingen uitgezocht met leeftijdsgroepen, met mensen die ziek zijn, wat sport kan doen, ziekte voorkomen, wat sport en bewegen kan doen. En zowel van de passieve als actieve sporten bewegen, heeft grote invloed op ons leven. Pas op! Ja? Zo, vrouwen! Dank je wel.